Januari 2014. Wat gaat de tijd hard? Wat is er ontzettend veel gebeurd? Fijne gebeurtenissen, maar ook verdrietige. Soms in combinatie met elkaar. Als ik aan zo'n moment terugdenk, dan is het van zeer recent. Zondag 29 december zag ik een stralende foto van de kleine Willemijn. Het meisje dat vorig jaar zo ernstig ziek was en naar Amerika moest voor een behandeling die in Nederland nog niet mogelijk was. Er was veel geld voor nodig, minstens 80.000 euro. Maar dat geld kwam er, zelfs binnen 7 weken. En dat door mensen die zich inzetten om dit meisje te helpen. En dan zie je een foto van haar en je voelt een brok in je keel bij het zien van dat zieke meisje die je toch zo bemoedigend toelacht. Wat een dapper kind. Maar het gaat gelukkig goed met haar en ze mag naar huis. Al blijft het spannend. En dan zie ik op 29 december een stralende Willemijn op de foto op mijn Facebook. Met goede berichten en een heerlijk kopje met prachtige krullen. Iedereen heeft zo zijn of haar herinnering aan het afgelopen jaar. Het jaar is voorbij. Maar het verdriet om een gestorven dierbare schrijkt nog zo vreselijk. Of een ziekte waartegen je zo moet vechten, maar die je zo vermoeit. En anderen ermee lastigvallen wil je niet. Of je ziet tegen dit nieuwe jaar op omdat alles zo moeilijk lijkt. Je hebt je baan net verloren, of je bent gescheiden, of je bent zo eenzaam dat je weet niet hoe je dit op moet lossen. Hoe zal 2014 verlopen? Maar gelukkig zijn er ook vrolijke momenten geweest. Dat kan iedereen voor zichzelf invullen. Ik gelukkig ook. En het is zo waar, lachen is gezond. Er schijnen van allerlei stoffen vrij te komen in je hersenen. Hoe het precies in zijn werk gaat, weet ik niet, maar ik geloof zeker dat het waar is. Ik heb lachbuien gehad die ik bijna niet gezond meer kan noemen, omdat ik er gewoon niet uit kon komen. Vreselijk benauwd is dat. En aangezien men mij heeft gevraagd om hier elke keer wat te gaan vertellen, kan ik zo een aantal anekdotes vertellen die u ongetwijfeld op uw lachspieren werken. Ikzelf kan er achteraf ook om lachen. Maar soms, op dat moment, afijn, dat hoort u nog. Ik hoop hiermee dat de mensen die ik hierboven benoemde, ondanks alles toch even kan laten lachen. Al is het maar een kleine glimlach. Dat zou mijn wens voor 2014 zijn. Verder wens ik alle kijkers een heel goed, gezond en gezegend 2014 toe.